is meneer Peters, hè? Jullie Peters, ja. Ja, nou, kijk eens aan. Als je op nul gaat, mag erop staan. Ja? Misschien een beetje bij je. Ik zie 100 kilo? 100 kilo. Ja, ik weet niet wat de verschalen zijn. Ben je 100 kilo? Ja, die heb ik thuis niet, deze schaal. Zo'n klein kereltje. Ik vecht in april in een Ultimate Fight mee. En ik kan heel goed begrijpen dat mensen daar weerstand tegen hebben. Die regels zijn een stuk harder. En, blote vuisten, geen bescherming, helemaal niks. En geen scheidsrechter erbij. Vechten gewoon tot er eentje opgeeft. En, dus je kunt opgeven, maar dat is wel de hardste vorm. Maar als je dit in onze termen is dit nog softie. Je mag echt geen smerige trucjes uithalen, geen vingers in de ogen steken, niet bijten, niet krabben, niet natrappen. Op de grond mag er helemaal niet meer geslagen worden. Je zal straks zien hoe softie het eigenlijk is. Als je niet aftikt, dan raak je bewusteloos. Zo werkt het. Ben jij een beetje zenuwachtig? Ja. Ja, ik ben altijd zenuwachtig. Dus het is wel mijn man hè, die in de ring staat. Dus, ja. Schreeuwt ook om het hardst wel altijd hoor. Ja? Ik denk dat als je weet wie het is, dan hoor je er. Ja. Ja. Maar dat moet ook. Nou komen hier straks 4.500 mensen door naar binnen. Hoop ik wel, ja. Er staan overal metaaldetectoren, er is bewaking. Ja. Waarom is dat nodig? Ik denk dat de waarde en norm van de mensen gewoon een beetje aan het vervagen zijn. Mensen dragen wapens en kijk, als mensen eraan gehouden moeten worden, dan is het gewoon, ziet het, is gewoon nodig, denk ik. Ja. Ik weet het haast wel zeker. Ja. Dames en heren, iedereen met een kaartje hier achteraan sluiten alsjeblieft. En mensen zonder kaartje even doorlopen naar de voordeur. Wat vind je het meest aantrekkelijk aan de free fight wedstrijden? Verschillende vormen van de sport. Ik moet alleen nog zien, hè? Wat is je beroep? Ik ben op de begraafplaats. Ik werk op de begraafplaats. Verschillende technieken, verschillende vechtsoorten. Oké, hartstikke bedankt. Ja, dan ga ik door naar de volgende. Hou je van free fight? Ja, ik vind het wel leuk. Ik heb een gast meegenomen, dus stel hem even voor. Ian, glad to see you. Hey, how are you? Ja, man. It's good, hè? Ja, goed, hè? Want het is zo'n fight, hè? Yeah? Yeah. You like free fight? Yeah, this is my first time. I don't know if I like it yet. Maybe I might leave if it gets too rough for me, you know? Probably gets rough. Glenn will help me through this. Ja, yeah? Anders heb je hem op. Zie je later, veel plezier. Ciao. Jullie zijn erg streng met de regels. De reglementen worden heel streng gehanteerd. En daar moeten we erg op letten. Bijvoorbeeld, met die duimen op strotenhoofd is niet toegestaan. Of probeer het strotenhoofd te pakken is niet toegestaan. Hmm. Alleen wurging technieken, zoals ik je geleerd heb, die in het judo voorkomen, zijn toegestaan. Hè? Dus met de onderarm. Ja, ja. Die keer ervoor ging het wel heel goed, André. Tegen die Yamamoto, die stond ik helemaal in elkaar. Die sloeg 6 keer door de touwen naar buiten. Dat ging supergoed. Ja. Ik dacht, doe ik hier ook. Ja, ik denk zo goed dat ik toegevoegd heb met handschoenen, doe ik hier gewoon ook. Ja. Ja, maar die gasten die zijn zo professioneel bezig, die zitten gewoon dan gelijk weer dag in, dag uit. Begint de spanning nu te komen, Willy? Ja, tuurlijk. Ja. So you will win? Yeah. Of course. Of course. Jouw tegenstander is ervan overtuigd dat hij jou gaat verslaan. Zei hij dat?
Dat is niet zo mooi. Ja, nou, ik weet het niet. Het zou best kunnen. We gaan het wel zien, maar het moet toch eerst gevochten worden. Hij is wel erg goed, ja.